Welkom bij je dagelijkse overdenking van Joyce Meyer. Fijn dat je luistert. Je mag Gods woord overdenken en je gebed uitspreken. Jouw overdenking voor 1 februari. De bereidwilligheid om te veranderen. Het Bijbelvers voor vandaag staat in Deuteronomium 30, vers 19. Ik roep vandaag hemel en aarde als getuigen op. U staat voor de keuze tussen leven en dood, tussen zegen en vloek. Kies voor het leven, voor uw eigen toekomst en die van uw nakomelingen. Ik begon met roken toen ik 9 jaar oud was. Ik hield ervan omdat het mij ontspande en voor een lange periode wilde ik er niet mee stoppen. Tegen de tijd dat ik wist dat ik ermee moest stoppen, wilde ik het niet, omdat ik dacht dat ik dan aan zou komen. Jarenlang was dat mijn excuus. Toen kwam ik in de cyclus van stoppen, opnieuw beginnen, stoppen en weer opnieuw beginnen. Maar ik bereikte mijn dieptepunt toen ik zo graag wilde roken dat ik tijdens de dienst stiekem naar buiten glipte en op de stoel van mijn auto ging liggen om te roken. Toen wist ik dat ik hier een verandering in aan moest brengen. Er komt meestal eerst een crisis voordat de meesten van ons bereid zijn om te veranderen. Bijvoorbeeld, soms is er een hartaanval voor nodig om iemand te laten beginnen met gezond te eten. Maar je hoeft niet te wachten op jouw crisissituatie. Je kunt gewoon doorbijten en zeggen, genoeg, ik ben hier klaar mee. De Bijbel zegt dat we kunnen kiezen voor het leven. God heeft je voorzien van ondersteuning en het vermogen om te veranderen, maar je moet het willen. Anders zal je dieptepunt je hart treffen. Het is zoveel eenvoudiger om voor het leven te kiezen voordat je dat punt bereikt. Wees niet bang om een tijdje een beetje ongemakkelijk te zijn. Uiteindelijk kwam ik van het roken af en het was niet gemakkelijk, maar ik hoefde het niet alleen te doen. Als je denkt dat je niet klaar bent voor verandering, breng het gewoon bij God en zeg, help me, help me, help me. Het goede nieuws is dat met de hulp van God en van jouw kant uit het besluit om te kiezen voor het leven, kun je echt en blijvend voor het goede veranderen. Ik wil je uitnodigen om het volgende gebed met mij mee te bidden. God, u heeft mij een keuze gegeven en ik kies voor het leven. Ik weet dat veranderen moeilijk is, maar ik vraag u om mij te helpen. Met uw hulp en mijn bereidwilligheid om te veranderen, weet ik dat ik elke obstakel kan overwinnen. In Jezus' naam, amen. Bedankt voor het luisteren. Weet dat God altijd bij je is en je de hele dag door leidt. God zegen en geniet van je dag. Wil je meer tips voor je dagelijkse omgang met God? Meld je dan gratis aan voor de nieuwsbrief via onze website. Joyce-Meyer.nl